Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de radenbeelden van eerder vandaag. Twee gebieden met neerslag trokken eigenlijk over het land. Het eerste buiengebied zien we hier via het noordoosten wegtrekken. Dat werden al lokaal stevige buien. En bij Terschelling werd ook een enkele windhoos gezien. Later in de middag trokken er meer buien over het land. Maar vanavond, dan wordt het allemaal droger. Het heeft te maken met de fraaie krul die we boven Nederland zien liggen. En het is een, een frontale storing. Die trekt dus in de loop van de dag van zuidwest naar noordoost. En met het wegtrekken van die storing wordt uh, geleidelijk ook drogere lucht aangevoerd. Dat zien we op deze satellietfoto al. Boven Engeland en Frankrijk zitten. En vanuit die hoek komt ook langzaam warmere lucht onze kant op. Temperaturen gaan dus omhoog, heeft u ongetwijfeld al gehoord. Vanavond in het noorden en oosten nog een enkel buitje. Maar in het zuiden schijnt de zon nog even. Temperaturen halverwege de avond een graad of 13. Vannacht is het dan overal droog, het zijn brede opklaringen en het kwik daalt tot een graad of 7. Verder weinig aan de hand. Morgenochtend beginnen we dan ook met heel rustig weer en met veel zonneschijn. En die zon die blijft volop schijnen. Er ontstaat slechts een enkel wolkje en de wind die draait gelijk naar het zuiden tot het zuidoosten en neemt in de loop van de dag in kracht af. Temperaturen 17 graden op de Wadden, 19 tot 21 in het noorden en 22 tot 24 graden in het midden en zuiden van het land. En met volop zon en weinig wind is het dan smiddags al echt warm. De zonkracht neemt ook weer toe: de zon staat inmiddels hoog aan de hemel, want het is juni en we hebben morgen zonkracht 6. Een onbeschermde, niet gebruinde huid kan dan in 25 à 30 minuten al verbranden. Dat is tussen 11 en 3 als de zon op zijn hoog staat. Hou dat dus even in het achterhoofd. En dan het weekend, het Pinksterweekend. Ja, dat ziet er eigenlijk ook heel goed uit als je tenminste van warmte houdt. De zaterdag is de beste dag. Temperaturen dan op de stranden 25 tot 28 graden. In het binnenland 28 tot mogelijk zelfs 32 graden. Flinke zonnige periode, wat hoge sluierwolken waar de zon goed doorheen komt. En later op de dag komen er ook wat dikkere wolken. In de avond neemt pas de kans op een bui toe. En dat geldt dan vooral voor Zeeland en de westkust. In de rest van het land denk ik dat we onbezorgde avond in kunnen met hoge temperaturen. Eerst de echte zomerdag van dit jaar. Zondag en maandag, de pinksterdagen, die zijn nog behoorlijk onzeker. Ik heb temperaturen op zondag staan van 23 tot 30 graden en maandag 24 tot 32. Er zijn modellen die het iets minder warm hebben, maar zoals je kunt raden misschien, er zijn ook modellen die het juist wel warmer houden en hoeveel buien er gaan vallen is ook nog onzeker. Voorlopig hou ik wel rekening met enkele regen- en onweersbuien en vanwege die hoge temperatuur kunnen dat dus hele felle buien zijn, maar we wachten het rustig maar even af. Dat zien we dan ook in deze grafieken terug. Boven de kans op meer dan 25 graden. Nou, die is op zaterdag gewoon heel hoog. Zondag lijkt het allemaal wat minder warm te worden. En maandag en dinsdag nemen we de kans op 25 graden weer toe. De kans op meer dan 30 graden is in het midden van het land en vooral dinsdag het hoogst. Oftewel de komende dagen is het in ieder geval zomerswarm. En hoe warm het echt wordt, dat gaan we vanzelf meemaken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.